een weekje op vakantie op Tenerife. Lekkere koude vlucht. In Nederland is het nu 6 graden. Nou, vandaag toeren langs de westkust. Dan gaan we eerst naar Garay Chico. Dat is een oude havenplaats. Tot 1700 was het de belangrijkste havenplaats op Tenerife. Het enige wat er nog over is gebleven naar de vulkaanuitbarsting. We lopen nu in Masca, een dorpje dat tot midden jaren 90 nog volledig afgesloten was van de rest van Tenerife. En toen pas zijn er hoofdwegen aangelegd naar het plaatje. Sahara-zand in de lucht. Maar nu lijkt het best wel helder, dus we gaan eens kijken of we een mooi uitzicht hebben. We hebben de jas en de sjaal maar even uit de auto gepakt. Ik ga nog wat kousen naar boven. We gaan nu met de kabelbaan omhoog. Veel koud. Beetje tegen, maar zo koud. Oh, mooi om die sneeuw te zien, maar anders dan was het echt alleen maar een koude vlakte. Ja. Nou, het weer vandaag is niet helemaal zoals je dat verwacht in Tenerife. Dus we gaan eens even kijken of we vandaag iets anders kunnen doen dan dat toeren door de bergen. We rijden nu ten noorden van Santa Cruz de Tenerife. Dat is het groenere gedeelte van het eiland, het regent ook een beetje. Ik heb van een natuurreservaat, maar je hebt wel toestemming nodig om dit rondje te wandelen. Dus hier hebben we niet zoveel gehad.